Dag Hilde, dag Claudine, goedemiddag. Stel jullie zelf eens even voor. Ik ben Claudine, ik ben dus visagiste en ik zit mee in het team van XL Model Agency. En ik ben Hilde, ik maak ook deel uit van het team rond XL Model Agency. En ik probeer een beetje de mental coach te zijn van onze kandidaten. Het is een nieuwe organisatie, het is een nieuw modellenbureau. Hoe zijn jullie daartoe gekomen om dit op te starten? We hebben eigenlijk allemaal al ervaring. Wij hebben zelf al meegedaan met de wedstrijden lange tijd. We gaan niet zeggen hoeveel tijd geleden, maar al een tijdje geleden. Maar dat vonden wij heel leuk. Maar ook professioneel zijn wij met mode, met alles wat modellen, toestanden, alles wat te maken heeft met beauty, met kledij. Daar zijn we elke dag ook professioneel mee bezig, dus we weten wel waarover we praten. Oké. Ik veronderstel dat er veel op tafel staat. Ik heb ook ergens horen waaien dat er een wedstrijd ook is. Vertel daar eens iets meer over. Ja, dus we gaan een wedstrijd organiseren voor dames met een maatje meer. Dus vanaf maat 44. En we gaan ook de heren erbij nemen. Het is eigenlijk nu een oproep voor alle heren naar maatje meer. Ja, schrijf zeker, voor alle heren. Zeker. Ja, ik heb er vandaag maar eentje gezien. Ja, er zijn er, ja, nog, ja, ingeschreven. Er, zijn er nog ingeschreven. Er zijn er nog ingeschreven, dus er komen er nog. Want ja, er komen nu 4 castings aan. Dus volgende week en dan eigenlijk de 3 op 1 volgende week en daarna hebben wij een casting. Telkens op zondag? Telkens op zondag. En altijd hier? Nee, iedere keer een andere locatie. Volgende week zitten we in Beringen. De week daarop zitten we in Herstal. De week daarop zitten we in Sint-Niklaas en dan in Zaventem. Ik neem aan dat die informatie op jullie site te vinden is. En dat is dan XL Models. XLmodelagency.be. Voilà, zo kan iedereen dat vinden. Voor de verkiezing zelf, wat zijn jullie van plan om te doen? Het is eigenlijk een heel intensief jaar. Dus ze worden ondergedompeld in verschillende categorieën. Catwalk, ze krijgen fotoshoots, ze leren defileren, ze krijgen workshops allerhande. Daar is een workshop make-up en visagie bij. We krijgen een workshop kapsels. Ze krijgen ook een workshop met well-being. Want we zitten toch wel, de meeste kandidaten hebben ooit wel eens een keer gepest geweest of zitten toch wel met een aantal complexen. Dus daar proberen we aan te werken. Eigenlijk is de wedstrijd een noemer waaronder we het moeten brengen, maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk een heel entourage om onze kandidaten en onze dames en nu ook heren dus echt zich heel goed te laten voelen, meer zelfvertrouwen op te bouwen en ze gaan gewoon een heel ander persoon zijn. Ze gaan kunnen ontdekken wat er eigenlijk onder de kilo's zit. Oké, dat klinkt superleuk, want schoonheid zit van binnen, zeg maar. Ja, dat klopt. Wat is de planning binnen de verkiezing? Wat gaat er allemaal komen? Ja, diegenen die nu bij de casting dus doorgaan voor de wedstrijd, die zijn meteen ook onze halve finalistes. Die gaan ook al fotoshoots, defileerlessen krijgen, choreografieën worden aangeleerd. Zij gaan een hele leuke halve finale show krijgen. Ze krijgen ook al meteen een lint waarop staat dat ze ook halve finalisten zijn. Dus voor hen gaat het nu gaan beginnen. En gaan ze dan verder van de halve finalisten over naar de finale. Dan krijgen zij ook nog een hele leuke reis, hopelijk naar een zonovergoten oord. Maar dat gaan we toch proberen om daar alles aan te doen. Dus dat gebeurt er dan ook nog. En dan de finale show. Ja, dat wordt natuurlijk een heel spetterende show met alles erop en eraan. Ik heb daarnet gesproken dat de kandidaten ook een reis krijgen. Staan er ook nog andere prijzen op stapel? Ja, de hoofdprijs, dus de kandidaten die alles wint, is een auto. Een auto? Ja, en dat kan auto. Of een man of een vrouw zijn, of is het en een man en een vrouw? Nee, er is één auto. Eén auto. Maar ze moeten mensen en welke auto, dat weten we ook nog niet, dus houden we ook nog een beetje... Een verrassing. Hè? Als verrassing, er moet ook nog een beetje een verrassingseffect zijn. Het gaat leuk hoor. Oké, super. Is de datum voor de finale show al bekend? Ja, 11 oktober.
En de halve finale zit aan? De halve finale zullen we nee, moeten we nog eventjes zien waar we de meeste kandidaten van hebben, want we zijn wel van plan om de halve finales een beetje per provincie laten door te gaan. Dames, het was een superleuk interview. Ik wens jullie heel veel succes met jullie organisatie en we gaan elkaar zeker nog tegenkomen. Zeker, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens.